wij hebben op dit moment wat te kampen met wat personeelstekort. En daardoor vallen er soms wat ritten uit. Om een voorbeeld te noemen die bijvoorbeeld een schouderoperatie moet hebben, dat is niet gebeurd. Die heeft hem nu wel, maar ja, voordat hij weer terug kan komen op de bus, dat kost gewoon tijd. De ene is kijken of onze chauffeurs, of die eventueel extra willen werken op hun vrije dag. We kijken ook of uitzendbureaus maximaal kunnen leveren. Nou, op het moment dat gepensioneerden aan het werk worden gezet, die zijn goedkoper. Dan wordt het goedkoper voor de werkgever om met gepensioneerden te gaan werken, in plaats van mensen die als buschauffeur werken gewoon onder de cao vallen. Dat is echt een noodgreep geweest. Maar het is nu echt de keuze tussen toch kijken of wij een aantal gepensioneerden hebben die terug willen komen. Ja, of nog meer ritten laten vervallen.